Hier zit ik bij Reinhard Wolf. Reinhard, je hebt een boek geschreven voor uitgeverij Scriptum en dat boekje dat heet... Las maar zitten, het wonderlijke steenkolenduits van Nederlanders. Ja, maar er is nu een tweede boek, ligt nog bij de drukker. Hoe heet het tweede boek? Es komt voor goed. Ziet er hetzelfde uit, dezelfde vormgeving. De Nederlander die gebruikt vaak zinnen en daar is altijd één woordje in missen. Ja. Noem eens een voorbeeld. Het klinkt bijna hetzelfde, maar dus je vergalopeert je behoorlijk. Voorbeeld, de vogels in een boom. En dan wil je zeggen, kijk eens, de vogels in een boom. En voordat je het weet zeg je, koek maar die vogels in boom. En dat kleine lettertje N, dat maakt het verschil. Want ja. Vogels is een werkwoord in het Duitsland. En dat betekent de liefste bedrijven. Ja, hilarisch voor de Duitser, maar de Nederlander denkt gewoon dat hij het goed doet. Ja. Noem nog eens een voorbeeld. Ik kwam 38 jaar geleden als Duitser hier naar Nederland. Dus ik moest de taal hier leren. Het woordje lekker bijvoorbeeld is hetzelfde. Slaat op eten, zowel hier als daar. Maar hier kun je nog andere dingen ermee benoemen. Een lekkere meid, hoorde ik toen. Dacht ik, hé, hebben ze het nou over? Dat is toch niet eetbaar, dacht ik zo. Maar ja, zo kun je misverstanden krijgen. Nu ben je naast schrijven ook psycholoog. Doe je in je vak ook iets met die Duitse taal? Nou, sinds het boekje er is, word ik wat vaker aangesproken op... kun je ons ook helpen bij het solliciteren over de grens? Want dan heb je toch net weer wat andere gewoontes. En als je die goed kent, dan kun je voordeel ermee doen. Ja, met solliciteren mag je geen fouten maken, dus dat Duits moet er goed uitkomen. Ja. Ben je wel eens ook beroemde mensen tegengekomen die je helpt? Binnenkort mag het nieuwe boekje als eerste exemplaar aan de Duitse ambassadeur worden uitgereikt. Ja. Linda de Mol, die heb ik dit boekje opgestuurd. Want die gaat binnenkort in Duitsland weer op de tv iets presenteren. Nou, kan ze misschien haar voordeel mee doen om Duits weer bij te spijkeren. En denk aan Louis van Gaal bijvoorbeeld. Ja. Hè? Die was, nu is die niet meer zozeer in de picture, maar een jaar geleden. Met Bayern München kampioen zijnde. Daar had hij het over de dood oder die gladiolen. Ja, nou, dat hadden ze wel nooit gehoord. Daar kan je je boek wel vol mee schrijven met wat Van Gaal gezegd heeft. Die heeft aardig wat geproduceerd, dat is ook zo. En hebben ze feest gehad. En toen was het, ich bin ein Firebeast, zei hij toen. Nou, dat is ook een beetje kromme vertaling. Maar dat wordt je echt vergeven in Duitsland als je of beroemd bent. Hè? Of Rudy Carrel, die heeft daar toen zijn werk van gemaakt natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook een beetje serieuze ondertoon, want tegenwoordig gaan jonge lui niet meer Duits kiezen voor hun vak. Jammer eigenlijk. En ook voor het zaken doen. De Duits-Nederlandse Handelskamer die heeft laatst een onderzoek gehad waaruit blijkt dat miljarden aan omzet verloren gaan, omdat de Nederlandse zakenlui net niet genoeg moeite doen om die taal gewoon goed te spreken. Okay. Ik wens jou heel veel succes met je nieuwe boek. En ik ga nog een klein duit in het zakje doen. Zet ze hem af.